We merken dat jullie in deze tijd wel wat inspiratie kunnen gebruiken. Iedereen is heel druk in huis en we kijken allemaal ontzettend uit naar die hele gezellige decembermaand. Nou, wij willen jullie nog graag een aantal tips geven. Meestal is het voor in de woonkamer, maar hoe leuk is het niet om het kookeiland of de keuken eens even gezellig aan te kleden. En ik heb al wat mooie spulletjes uit de winkel meegenomen naar mijn eigen huis en ik ga hier eens even lekker aan de slag. Aan de rechterkant van het eiland wil ik graag even een mooie setting maken met deze glazen box. Dit is zo'n ding dat je eigenlijk standaard in huis moet zetten, want dan kun je alle seizoenen eens mee. En vaak gebruik ik hem dat ik hem aan de bovenkant dicht doe. Nu heb ik hem omgedraaid zodat je er ook een vaccinelicht in kunt branden, zodat er zuurstof bij komt. En met een waanzinnig mooie collectie van Riviera Maison ga ik hem eens even lekker aankleden. De mooie box is aangekleed, de basis staat. En dan gaan we natuurlijk verder, want kerst of december mag een beetje over de top. Dus we gaan hem lekker vol aankleden. Als laatste het schattige engeltje. En om dit geel nou even helemaal af te maken, moeten we op de buik drukken. Natuurlijk een paar mooie winterhuidjes. Nou, is helemaal niet zo moeilijk. Nou, deze kant mooi klaar. Maar we hebben ook nog een plekje aan de andere kant van het eiland. En deze vaas, die is van de najaarscollectie. Ik ben helemaal gek op. De kleur is zo mooi. Ja, Jan en ik zijn gek op Zuid-Frankrijk. En deze mooie flessen hebben we meegenomen van onze vakantie uit Zuid-Frankrijk. Ja, en als ik hier deze takken van Silka op doe. Ja, dit is toch een kunstwerkje. Ja, en hier moet natuurlijk ook een heel mooi windlicht nog bij. En dan is het helemaal af. Hierbij valt mij vooral de blauwe bes op. Die zou je zelf in de winkel er niet zo snel uitpakken, denk ik. Maar hoe mooi is die in combinatie met dat goud. En als je hem eruit haalt, wordt hij heel vlak. En ik heb verder ook geen blauw in de keuken. Maar toch heb ik hem erin gedaan omdat ik hem zo mooi vind. Wil je nou ook december inspiratie? Ja, kom dan naar de winkel. Ik en mijn collega's staan voor je klaar. En wij helpen je om het... in wintersgeheel te maken bij je thuis. Tot snel!